De regering is geen wanbetaler, zegt minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Onlangs werd bekend dat er de afgelopen 5 jaar geen huur is betaald voor het gebouw waarin het jeugdinstituut zat, waardoor het ministerie nu zit met een schuld van $682.000 Amerikaanse dollar. Op een vandaag gehouden persconferentie haalde Kuldeep Singh aan dat zij nu een duurzaam beleid wilt voeren als het aankomt op gebouwen voor het ministerie. Wat wij ook gaan doen, laat me dit direct stellen. U zult zien dat we een bekendmaking gisteren de deur hebben uitgegooid. Is dat wij op zoek zijn naar een pand. En we gaan duurzaam. Als we elke maand $20.000 of $30.000 moeten betalen alleen aan huurpanden, dan kunnen we dat liever aflossen om een pand te kopen of ergens te bouwen. Dus dat is het beleid van het ministerie, dat we duurzaam gaan en dat we niet meer in verschillende hokken zullen zitten om te huren en dan een huurachterstand hebben of huur betalen van bijna $20,000-$30,000 per maand. En als wij een commitment aangaan, maakt niet uit met wie, of het nou met de jongeren zijn, of het nou met huurders zijn, of met koopanden zijn. Deze regering zorgt ervoor dat zij hun beloftes nakomen, zeker als het gaat om betalingen. We zijn geen wanbetalers, zoals dat de afgelopen periode is gebeurd. De bewindsvrouw geeft verder aan dat het ministerie drukdoende is haar taken naar behoren uit te voeren. Zo heeft de arbeidsinspectie dit jaar al ruim 700.000 SRD aan boetes kunnen innen. Dus vanaf ons aantreden hebben we 1761 inspecties gedaan, waarvan we bijna 700.000 aan boetes hebben binnengebracht. Wat eerder nooit is gebeurd. Volgens mij hadden ze daarvoor nog geen 100 inspecties per jaar gedaan. Wat we willen aangeven is dat we ook de lead hebben in het COVID-cluster team voor wat betreft de inspecties. Dat wij samen met het leger, samen met een BOG de inspecties doen in bedrijven. En ga u zeggen, het is een no-nonsense beleid. Als u niet voldoet aan de regels zoals dat is aangegeven bij wet, dan gaan we u beboeten. En we gaan de vergunningen moeten intrekken als het meerdere malen gebeurt. Kuldeep Singh geeft aan dat haar ministerie ook werkt aan wetsvoorstellen. Een van de wetten waarmee het ministerie nu bezig is, is de wet over seksueel molest op de werkvloer. Deze moet zo snel als mogelijk worden behandeld in de Nationale Assemblee.